Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een keer een video over iets wat ik aan hobbygebied doe. Dit keer gaat het over CNC frezen. Dit weekend was een heugelijk weekend. Wij zijn dit weekend grootouders geworden van ons allereerste kleinkind. Een meisje, te vroeg geboren, maar alles is gezond en goed. Ziet er tenminste goed uit. Ze heet Vera. En ik dacht wat ik ga doen, ik ga met mijn CNC-frees een bordje voor op de slaapkamerdeur maken. Met daarop haar naam, haar geboortedatum, een paar sterretjes. En dat is wat ik heb gedaan. En ik wil jullie natuurlijk het proces laten doen. Ik kan het alvast van tevoren wel zeggen wat ik gebruikt heb. Ik heb beukenhout gebruikt. Beukenhout is wel vrij hard. Dat heb ik gefreesd. Ik heb eerst natuurlijk een ontwerp gemaakt in Carbide Create. Dat heb ik vervolgens gefreesd. Vervolgens heb ik een hele nieuwe techniek gebruikt die ik zelf nog nooit gebruikt heb. Ik hoop dan ook dat het gelukt gaat zijn. Ik heb zwarte milipoet gebruikt. Dat is een soort van epoxyklei. Daar heb ik zeg maar datgene wat ik uitgefreesd heb, heb ik daarmee gevuld. Dat is dan met 4 uur hard. En als het dan hard is, dan kan ik het met een schuurmachine schuren. En als alles een beetje mee zit, moet ik daar keurige zwarte belettering van krijgen. Tot slot, als dat dan gelukt is, en dat zullen we aan het eind van de video zien natuurlijk, ga ik dat nog met teakhoutolie bewerken, zodat het een wat mooiere kleur krijgt. Dat project wil ik u niet vooronthouden. Aan het eind van de video zult u zien of het geslaagd is. En dat hoop ik dan wel natuurlijk. Milipoet kun je overigens op het internet krijgen. Wordt gebruikt in de modelbouw, maar ook in reparatie van zaken. En is dus een mooi middel om ja, dit soort dingen mee te doen. Oké, veel plezier bij het kijken. Dit is die geworden en dat gaan we vullen met milipoet om het later te kunnen schuren. Zo, en dan gaan we nu aan het werk voor het eerst voor mij met milipoet. En milipoet is een soort van soort klei-epoxy waarmee je ja, gaten kunt opvullen en eventueel ja, mooie dingen in de modelbouw en dergelijke kunt maken. Wat ik ga doen is natuurlijk proberen of ik daar nu in mijn bordje voor de kamer van mijn kleindochter de tekst kan opvullen. Dat gaat vrij ruw worden in het begin, zul je merken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we dat dan daarna weer gaan schuren en met lak gaan voorzien. Nu is het zo dat die milipoet die moet je in twee componenten, dat is een twee componenten klei zeg maar, zo moet ik even zeggen, dat is het beste. En het is als volgt, het is een 1-op-1 basis. Dus als je 1 centimeter van de ene neemt, het doorzichtige zakje, dan moet je ook 1 centimeter van het andere zakje nemen, enzovoorts, enzovoorts.
Dus ik maak het eerst maar eens even open. Daarna overigens moet je het gaan vermengen. En dat doe je het best met handschoenen aan. Want er kunnen huidallergieën ontstaan. Dus ik ga wat handschoenen aandoen. Ik weet niet of ze groot genoeg voor mij zijn, maar... Ach, dat zal altijd wel, denk ik dan. Even kijken. Want we moeten het gaan mengen. Ze zijn relatief klein voor me, maar eigenlijk groot genoeg als ik dit zo bekijk. Geen probleem. Dat is één handschoen aan, nu de andere. En dat mengen, dat doe je dus door te kneden. Je kunt het iets vereenvoudigen met water. Maar in principe kneed je het gewoon. En dan later doe je het drukken in de openingen van het hout. Zodat het uiteindelijk aan het eind van de rit, als het hard wordt, en dat is na ongeveer 4 uur, dat het dan zeg maar de belettering gaat vormen. Dus zonder dat je moeilijk moet gaan doen met schilderen enzovoort. Het wordt natuurlijk iets hoger dan de normale. Want het is natuurlijk een soort klei, dus het is niet zo hoog als de plaat zelf straks. Hè? Het is niet zo hoog als de plaat zelf, het wordt iets hoger. Maar je kunt het schuren. En dat is de grote winst van dit materiaal, denk ik. Nou, we gaan eens even kijken. Ik ga eens eventjes de eerste openmaken. Dat is het zwarte gedeelte. Dan moet ik even iets hebben waarop ik dit kan kleien. Het is een soort van klei, dat zei ik al. Dus ik pak even een harde plaat. Eigenlijk heb ik er iets beter voor. Dus als je even een moment geduld hebt, dan zal ik daar mee doorgaan. Want ik had nog een stukje mislukte plaat. En daarop gaan we dat dan doen. Eventjes alles aan de kant leggen. Oeh, pas op. Scherp mes. Zo. Dan vermoed ik dat we wel redelijk wat nodig zullen hebben. Dus ik snij een goede centimeter af om te beginnen. De rest sluit ik weer keurig af. Want we willen het natuurlijk opnieuw kunnen gebruiken. Nou, ik ga het nog niet opruimen, dat heeft nog niet zoveel zin. Want de kans is natuurlijk redelijk aanwezig dat ik nog meer nodig heb. En dan gaan we de tweede openmaken. Ook gelijk even doen. En daar pakken we ook een goede centimeter van. Zo. Ook die maken we gelijk dicht weer. En dan gaan we deze twee gaan we met elkaar vermengen. En het is, ik zei het al, het is eigenlijk gewoon kleien. Een minuutje of 5 lang gaan we dit samenvoegen. Ik doe even de video uit. Straks kijken we verder. Zo, de 5 minuten zijn zo ongeveer voorbij. En nu hebben we een egale zwarte massa. En die gaan we opvullen in onze teksten. Of daar wat overheen komt, is verder niet zo belangrijk. Dat is verder niet relevant in dit geval. Het gaat erom dat het in de materie gaat. Ik moet ook even kijken van hoeveel moet ik dan gebruiken. Want alles wat ik kan gebruiken is mooi meegenomen. En dat er wat overheen gaat is op zich niet erg. Want we gaan het weer schuren straks. Nou, niet straks, maar morgen. Het heeft een 4 uur droogtijd. Zo, dat is de eerste letter. Hier heb ik een stukje, daar kan ik mooi
Zo'n mintekentje mee doen. Ik weet niet of ik nog meer moet maken, dat zie ik zo meteen wel, want uiteindelijk ja, is het ook mijn eerste keer dat ik Mealyput gebruik. Belangrijk is dat het boven de rand uitkomt. Zo, nulletje doen hier. Het Mealyput, dat kun je eigenlijk overal online wel krijgen. Kosten. Dit is zwart Mealyput. Ze hebben het niet in alle kleuren. Laten we dat voorop stellen. Vandaar dat ik ook specifiek voor zwart ga. Want zwart geeft zwarte letters natuurlijk. Ik geloof dat ze 5 kleuren hebben. Blauw, wit. Maar het heeft ook een beetje te maken met de specificaties van het spul. Wit bijvoorbeeld is super fijn en is geschikt voor bepaalde materialen. Dus het heeft met materialen ook te maken die gebruikt worden. Maar in dit geval, bij hout, kan je dus ook heel goed zwart gebruiken. Als zijnde de kleur van je keus. Ik ga er straks weer bij terugkomen als ik alles klaar heb. Oké, we zijn aan het laatste stukje toegekomen. Ik heb dus 3 keer een klein stukje klei moeten maken. Zeg maar, ik noemde het een soort epoxy, hè? Dat is het ook. En ik ben toe aan het laatste stukje wat ik moet vullen. En dat ga ik nu doen. Steeds kleine stukjes eraf halen. Het makkelijkste is eigenlijk een klein slangetje rollen, zoals je dat vroeger met klei op school ook deed. Als het nodig is, een beetje water op je handschoentjes doen. En dan werken we op die manier die klei, die putty, die milliputty in de openingen, zodat het daar kan uitharden. En als het dan uitgehard is, gaan we morgen gaan we schuren. Want zo ziet het er natuurlijk niet uit, dat is duidelijk. Maar dat wisten we. Tenminste, ik wist het. Of u het wist, weet ik niet. Ik wist het wel. En als het dan geschuurd is,
zou het eigenlijk een prachtig bordje moeten zijn, eigenlijk met zwarte tekst. En dat kunnen we dan nog eventjes in een soort van olie zetten. Ik ga het in de teakolie zetten. In de hoop dat het allemaal lukt natuurlijk. Want als het niet lukt, heeft dat een enkele zin natuurlijk. Dat mogen we ook duidelijk zijn. Ik had dit gezien ergens op het internet, deze werkwijze. En vond dat wel erg interessant. Ten meer omdat ik niet zo goed ben in schilderen. Dan is het natuurlijk kleien natuurlijk eigenlijk nog wel meer interessant dan al het andere. En vandaar dat ik voor deze werkwijze kies. Zo. Alles er goed inwerken. Nou, deze is zeker hoog genoeg. Is die hoog genoeg? Misschien moet er nog een heel klein beetje bij. Hey, maar het is wel de bedoeling als we straks gaan schuren. Dat dan niet in gedeelte, niet geschuurd, niet verwerkt is en een gedeelte wel verwerkt is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het gebeuren. Die is hoog genoeg. Misschien daar in het hoekje nog. Dit is misschien wel het belangrijkste, is namelijk de naam van ons kleinkind. En dat moet natuurlijk sowieso goed zijn. En de lettertjes onderin bijwerken. Zodat we zeker weten dat alles afgedekt is. Laatste stukjes putty. Ik heb. Even kijken. Een klein beetje daarboven nog. En dat was het dan. Voor vandaag in elk geval. Want nu zal het moeten gaan drogen. 4 uur lang. Je ziet, het ziet er nog niet uit, maar met een beetje geluk, als we het morgen geschuurd hebben, dan moet het eigenlijk prima in orde zijn. Dankjewel voor het kijken en wie weet, tot een volgende keer. Dag allemaal. Zo, tijd voor om het plaatje nu te gaan voorzien van een schuurlaag. We gebruiken een 120 en dan gaan we 120 schuurpapier. En dan gaan we kijken of we hem kunnen schuren. Laat maar eens even gaan neuzen. Resultaat laat ik u zo meteen even zien. Zet even de video stop en dan zo meteen kom ik bij je terug. En dan het resultaat nadat het geschuurd is. Nou moet het nog wel bewerkt worden met een soort van lak. En ik moet het nog ietsjes recht schuren. Maar in elk geval is dit het voorlopige resultaat en het ziet er goed uit. Goed vrienden, de laatste stapjes in het proces en dat is een teakolie aanbrengen op de plaat. Ik begin aan de achterzijde, dus ik draai hem eerst even om. Open mijn fles met teakolie. Zet dat een beetje eroverheen. Pak een doekje en ga dat uitwrijven over onze plaat. Ruikt geweldig. Dit is de achterzijde, hè? Dus maak je niet druk. Pak er gelijk ook even de zijkanten mee.
op mijn doekje spuiten, dat is wel even handig. Zo. Nog iets meer erop. De bovenkant met diekolie doen. Ja, nou komt natuurlijk het product zelf. Ook daar brengen we een flinke lading diekolie op aan. Even het flesje eraf zetten. En je ziet eigenlijk de kleur eruit spatten. Dan wordt er echt mooi zwart van. Dit is de eerste laag die daarop aangebracht is. En zo gaat het eindproduct er dus ook uitzien. Ik kan wel zeggen, het is een geslaagd project geworden. Heel tevreden mee. Dan is hier het kant-en-klare product. Prachtige zwarte kleuren. Het lijkt alsof dat lek is, maar dat is niet gelekt. Want dat spul is zo hard als ik weet niet wat. Dus het hoort er gewoon zo uit te zien. Nou, je hebt gezien, beukenhout, milipoet, dus eerst gefreesd, dan milipoet erin, milipoet laten harden, uitharden, vervolgens schuren, even wat schoonmaken, ik heb het wat schoongemaakt met wat alcohol, en uiteindelijk dan met tiekwas dit in deze staat gebracht. Ik hoop dat je het interessant vond, ik hoop dat mijn dochter en aanstaande schoonzoon en straks in de toekomst Vira dit ook mooi vonden. Dit is het resultaat geworden. Tot de volgende keer. Daar.